Ik ga een City Sunset Airnails design maken. Kijken jullie mee? De basis is een tip gelakt Black is Black nummer 332. Hierop gaan we eerst de Eiffeltoren plakken. Ik plak de binnenkant van de Eiffeltoren een beetje in de midden op de tip. Daaronder plak ik een recht lijntje van liner tape. De liner tape gebruik ik best wel vaak voor dunne lijntjes. Deze hebben jullie misschien nog wel ergens in de kast liggen. De tip gaan we nu helemaal wit sprayen. Rond de Eiffeltoren, waar de ondergang van de zon komt, maak ik het ietsjes witter. Met nummer 5 gaan we nu de zon achter de Eiffeltoren plaatsen. Daarna gaan we verder steeds donkerdere kleuren. Eerst oranje, dan rood en op laatst paars om de zonsondergang de lucht te kleuren. Ik heb nu oranje nummer 7, dan gaan we om het geel heen. Nu gaan we naar rood nummer 3 om weer een stapje donkerder te gaan. En we eindigen met paars nummer 50. Dit doen we alleen een beetje langs de bovenrand. De lucht is klaar. Nu gaan we het water maken. Eerst de gum weer even goed schoonmaken, want de paars moet eruit. Het water ga ik maken met nummertje 15. Dus onder het liner tape plakketje kleuren we alles blauw. Met nummertje 54, een wat donkerdere blauw, gaan we nog wat golfjes in het water maken. Dit ga ik maken met een stukje afgescheurd papier. Dit leg ik op het water waar ik een golfje wil. Door nu zachtjes op het blauwe papier te spuiten, maak ik kleine accentjes in het water. Zo, we hebben wat golfjes. Nu wil ik nog een reflectie in het water van de zon. Deze ga ik maken door de masking van een kerstboom te gebruiken, maar op zijn kop te plakken. Dus ik plak hem tot bijna bovenaan bij de Eiffeltoren. Even mijn gun spoelen, want nu ga ik eerst weer een beetje wit erin doen om op de kerstboom te sprayen, zodat ik straks het geel zichtbaar krijg. En nu ga ik alleen in de midden een streep zetten over de kerstboom met wit. Dus hem niet helemaal inkleuren. Ditzelfde ga ik daarna doen met nummer 16, lichtgeel. De kerstboom kan er weer af. En we hebben... Het dingetje komt ook gelijk mee. Geen probleem, die moest er toch af. En we hebben een reflectie in het water. Nu moeten we nog de Eiffeltoren aan de andere kant in het water gaan maken. Daardoor ga ik de buitenkant van het schabloon gebruiken. Je moet wel zorgen dat je die recht tegenover je eerste geplakte Eiffeltoren plakt. Nu gaan we met zwart deze Eiffeltoren heel licht sprayen. Niet te dik, want anders is het geen weerspiegeling in het water. Voilà. Nu gaan we nog wat bosjes plaatsen langs de rand. Wat bomen, bosjes naast de Eiffeltoren. Ook weer met ons papiertje. En dit laten we ook weer weerspiegelen in het water. Dus ik draai het papiertje om hetzelfde printje aan de andere kant te krijgen.
En we gaan dit aan de andere kant ook nog een keer doen. Nou zie ik dat er wat kleine zwarte vlekjes op mijn gele zon naar voren zijn gekomen. Dit komt omdat ik waarschijnlijk daar de tip toch niet helemaal goed gebufft heb. Maar ik vind het wel een grappig gezicht. Het lijkt daar nu net of er een aantal vogels op vliegen. Dus we laten het gewoon lekker zitten zo. Nu gaan we het water hieronder nog een beetje glimmend maken. Want water sprankelt altijd een beetje. Dat glittert een beetje. Op het water doe ik een heel dun laagje bezemtop om de vleekjes in vast te plakken. Met mijn detailer 3 leg ik op het water wat vleekjes. Nu wil ik bovenaan ook nog een klein maantje. Dus ik heb de maan waar het eland bij staat genomen en de eland even afgeplakt. Even het zwart nog uit mijn gun, anders krijgen we een zwarte maan. Dat is niet de bedoeling. En weer een drupje wit in de gun. Het maantje staat erop. En we gaan nog wat witte spetters als sterretjes erbij doen. Dit kan je heel goed met je kwastje doen. Nu gaan we hem helemaal in de glanzende topcoat zetten. En 1,5 minuut in de lamp. Zo, de nagel is uitgehard en dit is het eindresultaat. Ik heb ook nog een paar andere gemaakt van de Taj Mahal, de molen op Kinderdijk en nog een lichtere versie van de Parijs. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende!